Zo, welkom en leuk dat je weer kijkt naar deel 2. Ja, we gaan vandaag crosslopen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind hem best moeilijk, best dik, serieus, technisch. Wat? Nee, het gaat over de cross. Dit keer gaat het niet over je buik. Oké. Maar het is een keer wat anders dan commentaar op gelijk. Maar in ieder geval, en daarna gaan we natuurlijk crossen met Wilbert en Burry en springen met Gigi. En dan hebben we ook nog de laatste dag waar het springen van Wilbert is en de cross van Gigi en natuurlijk de keuring. Maar voor nu gaan we beginnen met crosslopen. Dus geniet van deze video, want wij hebben dat ook gedaan in Polen. Yes. Dit is Jordi met een flesje water. In de start. Oké, ja, wel een correcte redenatie. Ja. We hebben natuurlijk de dressuur gehad van alle drie de paarden. We hebben de goede springronde gehad van Burry. Dus we staan op een goede uithoudingspositie. Ik ga hem fietsen hoor. Want? Dat weet ik niet, maar ik vond het wel een mooie fiets. Kleurt wel mooi bij je shirt. Ja toch, ik weet niet van wie die is, maar dat mag niet doen. Nee. Maar in ieder geval, we hebben dus de dressuurproef gehad van de drie paarden. Goede springronde van Burry, een mooie uitgangspositie voor morgen. Ja. En met Gigi nog iets minder, maar die moet springen. Dus we gaan nu de cross lopen voor Burry. Ja. Want ik wil jullie graag meenemen in de 4-ster Nations Cup natuurlijk. Dus je ziet, is hier het starthok. En Roeland, aan jou de eer om de lijn naar hindernis 1 te fietsen. Het is de rechter. De rechter? Ja. Oké, ik ben nou al moe, laat maar. Nee. Uitgebeld. Ik ben nou wel moe. We gaan even de lijn naar hindernis 1 lopen. We gaan jullie meenemen naar hindernis 1. Het is belangrijk dat je de start ook uitkomt, lekker vlot begint. Niet te dol, wel een goede lijn pakt. Zodat je mooi recht bij hindernis 1 komt. Hindernis 1 is altijd best lastig, want het is toch weg bij de andere paarden. En we moeten dus echt wel een beetje vlot beginnen. Het is bergop. Het is belangrijk dat je daar gewoon mooi op twee teugels recht. Dit is beter! Dit is veel beter! Dus. Was dat een goede lijn? Ja, bijna. Je ging zo. Hè? Het is belangrijk dat je dus recht het start ook uitkomt, een kleine wending maakt en dan mooi recht naar hindernis 1 rijdt. Ja, maar dan rijd ik er tegenaan. En dat je hier dus mooi met je been een voorwaartse sprong krijgt, landen en dan geven we mooi gas, want we hebben een mooi stuk galopperen naar hindernis 2. Hop, hop, gas erop. Yo! Ga erop! Yes, zijn we weer. Nou, zoals jullie zien hebben we 1, 2, 3, 4 gehad. Het zijn allemaal mooie voorwaartse dikke sprongen. En dan komen we bij hindernis 5A. AB. Komen we bij hindernis 5AB, de eerste combinatie. Het is belangrijk dat we een mooi controlepunt hebben. Brengen we deze mooi op het midden. Daar ergens. Nee, op het midden. Ja, daar ergens. Ja, dan landen we hier. Gaan we mooi rechtuit. 1, 2, 3. Krijgen we mooi vier galopsprongen in een klein bochtje naar deze serieuze punt. Zo'n serieuze punt moeten we niet onderschatten. En dan als we hier landen naar deze punt, dan geven we weer gas en gaan we door naar hindernis 6. Daar. Scooter. Nou, we hebben net 5AB gehad. Hebben we weer een stukje gegaloppeerd. Komen we nu bij 6AB. Het is weer belangrijk dat we goed controle hebben. Hebben we eerst een mooie tafel en dan krijgen we een gebroken lijn naar een skinny arrowhead. Zoals we dat noemen. Dat is dus een smalletje met een oplopende heg erop, wat heel breed is en best wel smal, dus je moet echt meteen naar binnen draaien. Maar hier wil je een mooie controle sprong hebben. Aan tafel. Dat je hier niet een grote afstand en een vliegende afstand krijgt, want dan ga je nooit je wending halen naar die smalle. Dus je wil je mooi gecontroleerde sprong houden en dan een mooie gebroken lijn. En dan springen we hier 6B. 6B, dus mooi in het midden. Zoals je ziet is hij echt heel smal, hij is oplopend. Dus het is echt belangrijk dat Burry hier mooi recht is. Dat ik mijn goede lijn heb. En als we landen, dan geven we weer heel hard gas. Daar. Ja, hij is ongeveer twee keer zo breed als Roeland. Ja, echt heel smal. Hé, hey, het was een compliment. Nou, we hebben net 6AB gehad, komen we hier bij 7, is een mooie trakene. Belangrijk dat we iets het kopje erop houden en vooral gas houden en in het ritme een fijne sprong krijgen. Ziet er heel imposant uit, maar het springt echt heel fijn vind ik altijd. Dit is echt een van mijn favoriete hindernissen. Jordi, je bent wel klein. Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen. Hij is wel klein. En ze hebben automatische vlaggen, kijk. Ja, dat is knap hè.
Loski, tripa, tripa, Loski, tripa, Loski, tripa. Nou, we hebben nu twee mooie galoppeerhindernissen gehad. Mooi voorwaartse, dikke sprongen. En nu komen we weer bij een serieuze combinatie. 9 en dan krijgen we op de bult 10A. En dan om het hoekje beneden staat een dikke punt 10B. Dus het is belangrijk dat we hier even een controlepunt hebben. Deze mooi in het midden springen. In een fijn tempo. En dan krijgen we mooi 5 galopsprongen de bult op. Dit is een voorwaartse 5, want je krijgt toch iets bult op. Dus je wil wel power hebben. Hij moet mooi op 2 teugels zijn, want we hebben hier best wel weer een smalle sprong. En dus mooi het paard recht hebben hier. 5 galopsprongen naar boven, been houden. Ietsje lengte in de hals, want je gaat hier toch iets naar beneden. Zelf mooi terugzitten, kijken en dan mooi op 2 teugels sturen. Dan gaan we hier zo heen, waar deze mensen in de weg staan. En dan springen we hier 10B, best wel serieuze punt, dus het is belangrijk dat we wel het ritme houden, het paard mooi recht, mooie bocht maken, punt netjes richting Roeland springen. Ik ben een en dan landen we en dan gaan we door naar hindernis 11. Zo! Het paard staat al voor de wagen. Ja, wagentje zwaar. Ja, nou, we hebben net hindernis 12 gehad. Mooi galoppeerhindernis weer. En dan komen we hier weer bij een serieuze combinatie. 13 en 14. Het is een serieuze heg op de bult. Dus we gaan flink de bult op. Iets lengte in de hals. Het heggetje springen. Mooi landen. Landen. Hier. Ja. Hier. En dan maken we een kleine gebroken lijn. We blijven goed kijken naar 14. En die springen we niet helemaal recht, ook niet te schuin, maar ietsje schuin. Zodat we wat tijd winnen hier. En dan maken we 5 galopsprongen. Dan springen we hindernis 14. We landen en dan geven we gas en dan gaan we door naar de okser. Wat zo? Weet ik wel. Komt er ook nog water in? Nee. Nou, we hebben hindernis 15e okser gehad, dat is een mooie led-up sprong eigenlijk voor de eerste waardcombinatie. Die okser is dus heel belangrijk om even je controlepunt te krijgen, een fijne sprong te krijgen. Zodat je hier met veel vertrouwen deze boot kan springen, 2 galopsprongetjes maakt naar dat dakje met een afsprong het water in. Dus die okser is heel belangrijk voor het stukje vertrouwen. Zodat je hier gewoon fijn, simpel over die boot kan rijden, een beetje druk houden. Hier mooi de hals wat laten verlengen. Zelf mooi terugzitten, onderbeen naar voren als het paard springt. In balans het paard naar beneden laten springen. En dan gaan we mooi met een bochtje links het water weer uit. Waarom zit die streep hier? Er zit een alternatief aan. Dat is wel een goeie dat je dat zegt. Hey. Je hebt dus 16AB. En als je nou bang bent bijvoorbeeld voor deze afsprong, dan zou je rechtdoor kunnen rijden. Mag je de opsprong hier doen. Dus dan rij je door het water, de opsprong. En dan rechtdoor naar deze boot het water in. 16B. Ja, maar dit is dus het alternatief. Maar dat kost je ongeveer 30 seconden. Dus dat is heel zonde als je gewoon hier de afsprong kan doen. Want ik denk dat het redelijk normaal is als je 4 ster rijdt. Want die 30 seconden ga je nooit meer goed rijden in de cross. Dus wij gaan de directe route doen hier. Dat is het plan. Hij gaat de directe route doen. Oh, oké, ik. Ja, ik ga daar staan. Cool. Nou, we hebben net 17e okser gehad. Hebben we een mooi stukje door het bos kunnen galopperen. Komen we hier bij de tweede watercombinatie. En dat is 18. Het is belangrijk dat we even goed controle hebben. Dan springen we dus het heggetje een beetje schuin het water in. En dan springen we hindernis 19, die smalle. Ik er even heen willen lopen met de camera. Niet zo. Daar is hindernis 19. En dan lopen we even deze kant langs het water. En dan staat er ook nog hindernis 20 achter. Want dit is dus 18, 19 en 20. Zoals je daar kan zien, maken we nog een gebroken lijn naar een nog smallere hindernis dan hindernis 19. Dus het is echt belangrijk dat we in balans met 2 teugels en 2 benen het paard echt recht houden op de sprong. En hier echt weer de teentjes naar binnen houden. Mooi recht uitkijken. En na de derde sprong geven we weer gas het water uit. Gaan we door naar de volgende. Ik ben even ingerild. Ja.
We komen hier bij hindernis 22. We hebben net natuurlijk 21 mooie galoppeerhindernissen gehad. We hebben al best wel een stukje erop zitten. Dus het is belangrijk dat we hier nog wel even controle pakken. Want we springen hier een hechtje naar beneden, de keil in. En dan gaan we op 5 galopsprongen schuin naar een tweede hechte keil uit. Dus hier willen we netjes met controle erin springen. Iets lengte in de hals. Zelf ga ik hier mooi terug zitten. Dan maken we een klein gebroken lijntje. En dan geven we hier weer mooi been op 2 teugels. Rijden we weer brutaal hier de keil uit over dit heggetje. En dan gaan we linksaf door. En dan maken we dus hopelijk een niet te wijde bocht hier. We landen hier, we kijken gelijk naar links. Geef hier echt gas. Kom, geef eens gas. Goed zo. Dat is dressuur, dat hebben we al gehad. Hier echt gas, mooi buitenteugel eraan houden. En dan gaan we in het ritme, dus echt in een hoog tempo. Springen we hier deze trakener naar de overkant. Het is een mooie sloot, mooie hindernis. Dus hier kunnen we lekker vlot rijden. En dan gaan we in het ritme door naar het laatste waterbak. Komen we hier bij hindernis 25. Dat is de laatste waterbak, maar wel een serieuze insprong. Een mooie hangende boom. Mooie voet eraan, we moeten echt wel reëel nog even oppeppen. Mooi het water inspringen en dan maken we een gebroken lijn linksom. En dan springen we dezelfde hangende boom en weer uit. Het is belangrijk dat we hier wel lekker in het ritme doorrijden, want het zijn best wel kolossale hindernissen. We willen lekker vlotjes hier doorheen. We maken een mooie gebroken lijn in het water. En dan springen we hier 26 eruit. En dan geven we gas op naar 27. Nou, en ik ben weer terug. Hallo. We hebben het 26 gehad. We hebben hier nog even een serieuze combinatie. We gaan hier het bultje op. Op springen we 27. Serieuze, hè? Blijf ik weg. Ik hou niet van serieuze dingen. Ja, dus hier zitten we weer mooi iets terug in het bovenlichaam. Blijven kijken. Dan maken we een klein gebroken lijntje. Hier overheen? Ja. Hier zo? Jij wel. En dan springen we hier 28 tussen de rode en witte vlag door. Oeh. Dan landen we en geven we gas. Gaan we naar de overkant naar de weg naar de laatste 3 hindernissen. Gas. Hop, hop, hop. Ah! We komen hier bij 29 AB. Laatste combinatie. Een mooi huisje. En dan krijgen we een rustige 4 galopsprongen naar het heggetje boven de bult. Het is niet de moeilijkste combinatie, maar zeker niet de combinatie om te onderschatten. Want je bent dan heel end in de cross. De paarden zijn wat lang hier. Dus het is belangrijk dat ze echt gefocust zijn op de B. En dat we ze dus echt mooi recht tussen die vlaggen doorsturen. Deze is nog wel een serieuze bak. Dan maken we een mooie lijn. Op 4 galopsprongen. En dan springen we 29B, landen en dan geven we nog even lekker gas naar de laatste hindernis toe. En dan op naar de finish. Nou, hindernis 30, de laatste hindernis. Die springen we lekker in het tempo en daarna geven we rechtdoor gas naar de finish. En dan hoop ik dat we foutloos en dicht bij de tijd komen, want ik heb er heel veel zin in. Ik heb vertrouwen in Burry. Als ik geen fouten maak, komt het denk ik goed. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is een mooie cross, serieuze cross, echt wel wat uitdagingen. Dat vind ik ook heel leuk. Dus we moeten echt wel scherp zijn en goed rijden. Maar het is mooi overzichtelijk voor de paarden, dus ik denk dat het wel mooi te doen is. Ja, ik ben er klaar voor denk ik. Hop, hop, gas erop. En dan zien jullie straks het resultaat. Goedemorgen allemaal, welkom in het overstroomde Polen. Ik heb net anderhalve echt stukken emmers water hier uit de stal gehaald. Eerst maar wat zand in de stal geschept, want er zat dus een hele keil in. Gigi stond echt midden in een plas water. En de grap die Roland zou maken is, Gigi was een zeepaardje geworden. Dus ik ben blij dat... Hé, dat kun je niet eten, gek. Dus we hebben in ieder geval nu weer hier zand, het is weer een soort glad. Doe even zaagsel erin, want dat absorbeert wat meer vocht. En dan stro eroverheen en dan hoop ik dat we morgen niet weer de stal hoeven leeg te scheppen. Want ik hou best van een morning workout, maar dit is een beetje te enthousiast hoor.
Ja, zolang dat ik nog in mijn bed lag. Ja, verrassend. Maar de andere paarden zijn niet overstroomd? Ja, Willy ook iets. En Burry heeft gelukkig helemaal droog. Beter, beter. Ja, ja. We beginnen straks om 9 uur beginnen springen van de korte tweester. Dus dan mag Gigi springen. Dus nummer 18. En dan om 12:30 hebben we de cross met Willy. En om 3:00 hebben we de cross met Burry voor de Nations Cup. Excited day. Ja, maar genoeg tijd tussendoor om me voor te bereiden en te focussen op het volgende. Dus ik denk dat het een hele mooie tijdsindeling is. Ik heb er heel veel zin in. En ik kan niet wachten om te beginnen vandaag. Lastig aankleden. Bijna, hè? Snel, hè? Het is ideaal zo'n ding, want ik kan zelf geen stropdas strikken. Lijkt net echt zo. Maar je hebt het parcours gelopen? Ja, 1 tot en met 11. 1 tot en met 11? Ja. Dat is meestal zo, hè? Ja. Ja, tot en met 11 niet altijd, maar in ieder geval alleen vanaf 1 loopt. Het staat denk ik niet extreem hoog. Wel een heel technisch parcours, een paar serieus technische lijntjes. En ik hoop dat ik de rem goed genoeg heb om daar de goede afstanden te kunnen rijden. Maar ik heb er alle vertrouwen in, dus we gaan het meemaken. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. En dan gaan we kijken of hij net zo goed springt als de vorige keer. Roland heeft wat voor je meegenomen. Oh god. Oh ja. Een regenbroek. Ja, nee, dank je. Ja, eigenlijk verplicht aan moet in de vlog. Want dat is grappig, want het is mijn regenbroek. Het komt bij jou tot aan je oksel vol. Ja, nou dat doen we vanmiddag wel even, maar nu doe ik hem niet aan. Speciaal om je witte broek schoon te halen. Je hebt nou Inge met het opzadel opgezadeld. Oké, je hebt echt betere grappen. Ja, dat was een goede woordschap. Nee, je hebt geen kettingen doen. Je hebt betere grappen. Nou, als ik alleen maar goede vertelde, valt het niet meer op, hè? Ja, fair enough. Nou, ik denk niet het mooiste rondje. Het was een beetje jammer. De ruiter na mij zat dus voor mij in de ring. Dus ik kon niet echt ronddraaien om wat te laten zien. En dan is hij gewoon nog een beetje kijken. Hij gaat echt wel alle zeilen bijzetten. Maar hij sprong top. Hij kwam eigenlijk niet in de buurt van het hout. Dus op het springen valt zeker niks aan te merken. Hij deed super zijn best, hij werkte mee. Ja, en een mooie foutloze ronde, dus wat willen we nog meer? Hij is ready to rumble tomorrow in cross country. Hij heeft de dressuur weer goed gemaakt, zeg zo maar. Zo is dat. En ik hoop dat dit een goed begin is van de hele dag, want zo krijgen we er wel zin in. Super. Braaf is Pecky. Six seconds is the time result for San Deong with Jali. So that's 16.4 for the time and 51.7 after today. Szapo Klaki, wynik to 7 minut i 1 sekunda, a Polka, która ukończyła występ wcześniej za przekroczenie normy czasu, i czas to 7 minut 23 sekundy, otrzymała 3,2 punktu karnego. I Jordi Wilken będzie teraz prezentował się po drugiej stronie. Thank you.
bijna een minuut binnen de tijd. Stap. He was amazing, ja, doe maar. Je mag in Nederlands praten. Jeetje. Het was natuurlijk even spannend, maar hij deed het super. Hij was gewoon geweldig, het was een machine. Hij was veel te snel binnen, maar ik denk, hij wou nog wel eens omdraaien bij het vorige meisje. Dus ik denk, ik ga vlot van start en ik rij hard. Maar als hij dan een keer wat probeert, heb ik nog tijd over. Maar die heb ik helemaal niet nodig gehad, dus hij was nu 50 seconden binnen de tijd. Iets te enthousiast, maar dan weten we dat voor de volgende keer. Maar hij was fenomenaal, ik heb er geen woorden voor. Hij was echt briljant. Toppen. Nou, we hebben natuurlijk een goed begin vandaag met de foutloze ronde van Gigi en een foutloze ronde van Willy. En we gaan straks opzadelen voor Burry. Wat ben jij aan het doen? We gaan zo Burry opzadelen voor de Nations Cup. Een moeilijke cross, serieuze cross. Wel heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ja, gewoon spannend. Echt spannend. Ik ga even snel eentje kijken en dan gaan we erop. Hop, hop. Je neemt je vooral helm mee voor het kijken. Als Inge langskomt. Oh ja, oké. Okay. Ik wou ook mijn zweep meenemen, maar dat komt straks wel. Die is wel hier, toch? Dat is even belangrijk. Ja, die staat daarin. Top. Nou, dan zie ik jullie zo. Gelding by Casco, out of Retina by Indoctron. Heading over to the last fences, on to the result of Rebecca Gerold from Austria with Shannon McQueen. We welcome our rider for Team Germany, Becca Jankowski, riding Tiberius, 13th place individually with the result of 33.8. Tiberius is a 14-year-old tracker gelding by Titulus out of Tarasca by razem jest to Becker Jankowski. Na koncie para ma 33 i 25 punktu karnego. To jest na 3 pojechać. No problem. And just out of the start box, we welcome the second rider for Team Poland. It's Jan Kamin. Mooi jongen, geweldig. Eindelijk. Goed gedaan. Ha, vaarloos binnen de tijd. Geweldig. Wat een topdag. Ja. Wat een paard. Hij blijft vechten, maar ja, hij is zoveel fitter al. Ja, ja, ja. Ik heb gedaan wat je zei, maar hij wordt er echt fit van, hè? Ja, met dressure is dat ietsje tegenwerken, maar... Is it oké okay after 5 minutes? Ja, so I can absoluut. Do my horse? Ja, yeah, klopt. Ja, super. Ik ben helemaal blij, maar we gaan nu eerst Burry naverzorgen. We zien jullie straks weer. Ja, hallo. Hallo, wat is dat nou weer? Ja, wat is dit? Goedemorgen, jij zei hallo. Oh, goedemorgen. Nou, we zijn zondagochtend. We hebben al een halve dag erop zitten.
We zijn vanochtend natuurlijk mee te mesten, alles voorbereiden, paard weer helemaal schoonmaken. Inge heeft hem weer mooi ingevlochten. Alles goed liggen. Oké, nog? En dan gaan we lekker keuren. En dan hebben we om 10:15 de cross met Gigi. Maar er is heel veel regen gevallen, dus ik hoop echt dat de bodem een beetje oké is. Maar dat gaan we straks meemaken. Maar voor nu gaan we eerst keuren, dan dus crossen met Gigi. En dan begin van de middag nog een keer springen, hopelijk met Wilbert. Daar gaan we natuurlijk vanuit. Wilbert staat nog in de top 10, dus het is best wel spannend nog. Ja, het zou mooi zijn als we 2 top 10 klasseringen hebben deze week. Maar we gaan nu de regen in en keuren. Netherlands, Jordi Wilken en Ruben Vogel. Mexico Corinta en Jan Prospect. Ruben Vogel is accepted, maar dat wel. Beetje overleven hier met het water, maar hij draaft er lekker overheen. Ja, geaccepteerd? Yes. Hij liep er ook super overheen, dus er was ook geen twijfel over mogelijk. Maar het is wel fijn om te weten als je paard voor het eerst mee hebt dat ze zelf dit uit de cross komen. Dat is wel een fijn gevoel. Daar word je als ruiter wel heel blij van. Nou, tweede dingetje op het programma voor vandaag. Natuurlijk de cross met Gigi. Zijn we er klaar voor? Het is droog. De bodem is nog steeds wel glad. Maar het is in ieder geval droog. We hebben er zin in. Ik hoop dat ik goed kan sturen. En we gaan het meemaken. Welcome to the Rashkashkafat on level 58.1 after the trials. A niestety, proszę Państwa, wyłamanie i to tak bardzo blisko mety na zawodnik z Niderlandów, Jordi Wilken na kornerze z numerem 23. No wielka szkoda, ponieważ będzie tu 20 punktów karnych, a zapowiadało się wszystko. Nou, na de topdag van gisteren hebben we nu een grote teleurstelling. We waren heel mooi op schema en de laatste combinatie, die ene laatste hindernis, is een heggetje, gebroken lijn naar een punt. En ik vlieg gewoon uit de bocht, ik kom niet bij de punt. Het is echt kut, gewoon kut. Een weigering, anders was hij fout als binnen de tijd, heeft hij weer een top 15 klassering en nu gaan we met de weigering naar huis. Ik heb gewoon kut, ik ben teleurgesteld. We gaan me zo weer rustig voorbereiden om te springen met Willy, maar nu ben ik gewoon even teleurgesteld. Victoria Spisak voor Poland, time 5. Kom wel goed, maatje. Is dat grappig, hè? Ja, best grappig.
Nou, Billy heeft er heel veel zin in. Ja? En hij slaapt nog. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Nee. Als Roland hem even wakker maakt. Gaat hij goed springen? Ja. Ja? Ja. We houden de moed erin. Je hebt het vertrouwen erin, hè? Ja, zeker. Hij kan dit. Heb je goed opgezadeld? Nee, het zadel op zijn kont. Ja, dat is onhandig. Nou, ik heb de koer verkend, goed bekeken, een aantal combinaties gekeken. Dus ja, ik hoop dat we een mooie foutloze ronde neer kunnen zetten. We staan op plek 9. Dus spannend. Ik heb over mijn laag gehad. Nou, we hebben prijsuitreiking. We zijn natuurlijk tweede geworden met het team. En Burry is ook nog achtste, die heeft ook nog prijs. En er waren maar twee binnen de tijd, waarvan één ik van Burry was natuurlijk. Dus dat is echt super gaaf, echt super cool. Gewoon van plek 18 naar plek 8 stijgen. Ja, ik heb geen woorden voor de paard. Het is zo fenomenaal op dit niveau. Twee keer achter elkaar, gewoon zulke klasseringen. Wat een briljant paard. Hij heeft zo gaaf aangepakt in de cross. Het was gewoon echt genieten. En ja, ik heb verder geen woorden voor. We gaan het prijsuitreiking beginnen. Moet je ook eens proberen? Ja, ik ga het vroeger. Double dip, please. Moet je ook eens proberen? Gewoon zitten. En de hoek kan je ook zien. Oh. Ja. Goed, de rosettes. Dank je. Dat is echt zo belangrijk, ja. Andy? Can we hang it on you? Mińska, Mińskie, Lucyna Łasica, Justyna Orszak, Beata Pokuska, Grzegorz Jasiczek, course designers, Arkadiusz Wegpert for jumping and Ben Backhouse and Michael Moore for the cross country. But I will send you the story about Karyana as well. Perfect. Is it a xylograph? What? Sorry?
It's the xenograph. It was a joke. I hope I can read it. Yeah, sorry. Okay. I will send it to you next week. Perfect, thank you. As soon as possible. If yeah. not, call to us. Okay, I will. Yes. What's that? No, it always works. Photo? Oh. Can actually, we make one more picture with the judge one? And then we invite the three best riders from the Ik ben best jong talent. Dus ik ben het beste jongste ruiter in de Nations Cup klasse, ben ik geworden met Burry. Ja. Ja. Ik dacht dat het iets van een record over de baan was of zo. Nee, nee, ik ben dus best jong talent. Dus ze geloven in mij hier. Dan heb ik een bon gekregen. Ja? Wat? De bekeuring? Nee. Geen wat anders. In Pools? Ja. Is dat als iemand dit kan vertalen? Wacht, dit. Kun je dit vertalen? Laat het even weten in de comments hieronder. Ja, maar dat is super gaaf wel. Ik vind het cool en dan krijg ik die schaal krijg ik dus thuis opgestuurd met mijn naam erin gegraveerd. Nee. Dus dat is wel vet. Ik ben dik tevreden voor vandaag. Hey. Ik ben toe aan de hamburger. Over en uit. Nou, na de geweldige topdag van gisteren hebben we vandaag een grote teleurstellingdag. Of teleurstellingdag. Dingen die eigenlijk allemaal net niet lukken. Gigi kreeg natuurlijk de weigering en het Wilbert die ja, drie balken. Twee waren zijn fout en de laatste had ik zoiets van ja, godzakken. En die reek zelf naar beneden. En daarna hebben we gelukkig het parcours vanaf hindernis 5 tot en met 10 was het heel goed en heel fijn. Hadden we echt een fijn ritme. Dus ik ben wel blij dat het laatste stuk zo goed was. Ik bedoel, we zijn natuurlijk nog maar 3 weken in team. We hebben 2 keer eerder een parcours gesprongen. Dus het is ook nog een beetje zoeken. Maar het laatste gedeelte was heel goed. En daar ben ik blij mee. En vanuit daar gaan we ook weer verder richting de volgende wedstrijd. Hij heeft toch nog een 13e plek gehaald. Dus nou ja, mag niet klagen denk ik. En dan gaan we over 3 weken in Varsseveld Lange Driesterre rijden. Ik heb er weer zin in. Kijken er erg naar uit. We gaan lekker doortrainen. Vooral wat springtrainen. En dan gaan we ervoor. Zo, het valt helemaal niet op dat we voor de derde keer achter een andere achtergrond staan. Ja, dan lijkt het nog net alsof we de verschillende dingen hebben gedaan. Ja, precies. Maar in ieder geval, we hebben echt een super awesome week gehad in Polen. Ik bedoel, tweede met het Nederlands team. Als enige samen met ingeklimken met Burry foutloos binnen de tijd rijden. En daarmee stijgen naar plek 8 individueel. Het zijn gewoon dromen die uitkomen in een Nations. En met Willy? Ja, gewoon 13e met Willy in ons debuut. Dat is natuurlijk en hoeveel seconden binnen de tijd ook weer? Ja, een beetje veel. Maar hij was echt een machine deze week. En natuurlijk moeten we nog wat afstemmen in springen. Maar dat komt wel goed. Ik bedoel, we zijn pas 3 weken een team. En Gigi deed super. Hij sprong goed. En ja, in de cross was hij een beetje overenthousiast. Maar ja, dat zijn dingen die kunnen we afstemmen. En dat wordt steeds beter. Nou ja, ik ben echt heel gelukkig. Ik heb gewoon 3 toppers. Week gehad. En natuurlijk nog de prijs voor Most Talented Rider. Ja, dat geeft wel echt kippenvel. Ja, ik ben er een beetje sprakeloos van, zo'n topweek. Dus hebben jullie nou net zo genoten als wij? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. Deel het met je vrienden. Hey. En dan zien we je graag bij de volgende video. Ciao, ciao. Doei, doei.